De staatssecretaris van Defensie, de heer Kallmeijer, heeft het nieuwe Panzerinfanterieopleidingscentrum in Veldhoven officieel geopend, waarna nieuwe lichte tanks van het type AMX voor de bewindsman defileerden. Deze tanks, die een gewicht hebben van 15 ton, zijn van Franse makelij. Ook de nieuwe gepantserde personeelsvoertuigen werden hier voor het eerst in het openbaar getoond. In deze AMX-rupswagens kunnen 12 infanteristen plaatsnemen die door de pantsering beschermd zijn tegen vuuruitwerking en radioactiviteit. De bewapening bestaat uit een mitrailleur en 6 rookgranaatwerpers. De snelle aanvalstactiek die dit nieuwe wapen mogelijk maakt, werd door de infanteristen in aanwezigheid van talrijke militaire autoriteiten op doeltreffende wijze gedemonstreerd. De aanschaf van dit nieuwe AMX-materieel geschiedt in het kader van de voortgezette mechanisatie van de infanterie. Voor de opleiding ter besturing van deze voertuigen, waarvan er in de naaste toekomst honderden zullen worden ingevoerd, zijn in de nabijheid van het voormalige RAF-kamp speciale, krakelingvormige betonbanen aangelegd. En zo zal het wel niet lang meer duren of onze infanterie loopt op X-benen. AMX-benen wel te verstaan.